Hey, hallo, hey, Tjeer, wat leuk dat je hoort luisteren naar dit radioprogramma van Michel en Martin hier live op jouw zenderdiagram ding. Ja, sowieso een hekel aan Frankrijk. Hartstikke welkom bij een nieuwe vrijdagmiddag, oftewel... Nieuwe vrijdagmiddag. Ja, dat is raar hè, als ik dat zeg. Nieuwe welkom commentaar. Op deze vrijdagmiddag. Zullen wij gewoon met deze de vrijdagmiddag claimen, dat die gewoon van ons is? Ja, hij is van ons. Was die al. Elke keer als iemand vrijdagmiddag zegt, is hij eigenlijk van ons. Oftewel, welkom bij een nieuwe commentaar. Wij gaan weer jouw comments behandelen die je deze week hebt gedropt op insidegamer.nl. En, om meteen met de deur in huis te vallen... Shemue haalt niet zo schudden, dan kan ik niet lezen. Oh, sorry. Ja, 6,3 miljoen dollar binnen via Kickstarter. Slam, bam. Dat is veel. Dat is een hoop. Dat is echt veel. Ja. Ja. Maar het is nu al klaar met die Kickstarter, toch? Die hebben ze deur dicht, hap. Ja, maar het is genoeg geld in ieder geval, hoe heet die gast? Yu Suzuki of zo? Yu Suzuki. Ja. Ja, hij zei, ja, vind ik een grappige naam. Sorry. Okay. Vind ik, er is genoeg geld binnen om een fatsoenlijke game van te maken. Hij wilde eigenlijk 10 miljoen dollar hebben om echt een echte open wereld game ervan te maken. Ja. Maar ja, ik denk dat Sony ook wel een beetje... Ja, maar dat was toch ook sowieso de deal dat Sony ook wat geld erin ging pompen. Die Kickstarter was alleen ook kijken of er genoeg interesse was voor de titel. Nou, die is er blijkbaar, want als er 6,3 miljoen vanuit het publiek komt, dan is er wel interesse voor je game. Sony gaat er ook nog wat geld in gooien, dus dat je die game af is, zijn we misschien 3 jaar verder. Maar kunnen we wel met Shenmue gaan spelen. Het komt er in ieder geval aan. Maar wat Kemis misschien wel terecht zegt. Geld is al binnen. Waarom zullen ze überhaupt nog een goede game afleveren? Michel? Ja. Ze kunnen ook wegrennen ermee. Ja. En, hup, de boot pakken naar Texel. Nou, een goede game. Kijk, ze moeten sowieso wel een game maken. Want als ze geen game afleveren, dan krijgen mensen automatisch hun geld terug. Want ze kunnen ook gewoon een hele slechte game maken. Ja, maar dan nog, binnen een week heb je een slechte game gemaakt. Ja, en met de rest van het geld er vandoor bedoel je? Ja. Rentenier op Texel. Ja. Ja. Kan. Ze hebben natuurlijk bepaalde beloftes gemaakt, ja. Ja, zegt niks tegenwoordig. Het is een harde wereld. Ja, maar ik denk waarom ze dat zouden doen. Nou ja, Yu Suzuki heeft het natuurlijk niet voor niets opgericht. Hij heeft ook gewoon heel erg veel passie voor zijn serie, voor zijn franchise. En ze willen gewoon een waardig slot of in ieder geval een waardig vervolg op de vorige Shenmue games maken. Net zoals dat spelers dat willen hebben. Ja. Dus ik denk dat we hem wel toe kunnen vertrouwen. Ben jij een Shenmue speler? Nee. Maar je hebt wel een Dreamcast thuis gaan, toch? Ja, met Shenmue. Maar je hebt nog nooit gespeeld. Misschien moet je er niet een keer aan gaan beginnen dan? Het is inmiddels te oud eigenlijk om te spelen, vind ik. Is het nog te oud? Het schijnt toch nog best wel een mooie game te zijn. Simon gaat er ook aan beginnen. Misschien moeten jullie gewoon een 1-2'tje doen. Gewoon samen Shenmue uit gaan spelen. Ja, misschien. Na het controle bouwen. Ja, precies. Ja. Ja, ik weet niet. Lijkt me ook een hele toffe serie. En toen het uitkwam, leek het me ook heel erg vet. Maar toen had ik mijn Dreamcast alweer verkocht, toen die uitkwam. Okay. Ik heb Dreamcast vanaf de lancering gehad. Ja. Echt 600 gulden toen het uit volgens mij voor betaald. Dat was veel geld voor mij toen. Ik heb hem echt een half jaar gehad. Heel veel Soul Calibur en heel veel Sonic Adventure gespeeld. En daarna weer verkocht. Gewoon omdat ik geld nodig had voor een PlayStation 2. Maar Shenmue 3? En later heb ik de Dreamcast pas weer gekocht, maar ik heb Shenmue nooit Maar Shenmue 3, jij denkt wel dat hij een goede game gaat afleveren? Ja, ik denk het wel. Of ik hem ga spelen is een tweede, maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij er wat van gaat maken, ja. Oké. Okay. Maar dat is gewoon meer van, ja, ik denk dat die kerel er passie voor heeft, dus daarom dat hij dat daarom doet. Laten maar niet omdat ik, ja, omdat ik denk dat Shenmue nou zo'n goede serie is, want ik heb er weinig verstand van. Eigenlijk. Het is afgelopen week is wel heel veel om die game te doen geweest. Elke dag was er wel weer een scheet op het internet terug te vinden over Shenmue 3. Ja, logisch, want het is altijd wanneer een Kickstarter afloopt, dan gaan ze nog even allerlei shit naar buiten brengen om nog wat extra geld op te halen natuurlijk. Oké. Okay. Zo gaat dat. Goed, hey, Gamecom staat voor de deur. Volgende week is het eigenlijk al zover. Dan hebben we eerst de persdag. De dinsdag is er nog persconferentie. Nee, niet volgende week. Hè? De week daarna. Dus niet komende week, maar de week daarna. Ja, de week daarna. Ja. Dat bedoel ik. Ja, precies. En Laura heeft daar een artikel over geschreven, over Gamescom. Oh, waarom thuisblijven helemaal niet zo erg is. Want er komen natuurlijk massa veel mensen. Iedereen trekt naar Keulen om naar de Gamescom te gaan. Ja. Er is een persdag, maar het is natuurlijk ook open voor het publiek. Vanaf donderdag, hè? Ja, vanaf donderdag kan iedereen daar met games spelen die nog niet uit zijn. Of die in het najaar misschien wel begin 2016 gaan komen. Ja. Maar wat zegt Laura dan? Laura heeft een paar dingen op een rijtje gezet. Waarom misschien wel niet naar de Gamescom moet gaan. Omdat het bijvoorbeeld zo druk is. Omdat het zo heet is. Heet, ja. Omdat de Duitsers rondlopen. Omdat die zinken. Ja, dat zijn een aantal redenen. En Tilo zegt, kom op Laura Kempenaar.
staat niet in de mission statement van Insight Gamer dat ze een positieve kijk op de games in de game-industrie willen geven. Het artikel had ook een positieve draai kunnen hebben met de tips en tricks die erin staan. Ja, hashtag love peace, chips en cola. Noem jij even positieve dingen van Gamescom. Zeven positieve dingen speciaal voor Tilo. Komt ie. Nummer 1. Nummer 1 is, je kan de nieuwste games spelen. Nummer 2. In ieder geval een paar als je niet lang genoeg, als je een in rijen gaat staan. Nummer 2. Nummer 2. Dus goede wifi voor de pers op Gamescom. Thuis ook. Nummer 3. Ja. Als je in Duitsland een biertje bestelt, krijg je meteen een halve liter. Nummer 4. De hamburgers zijn ook heel erg goed in Duitsland. Nee, je moet geen hamburgers eten daar, man. Ik doe dat wel. Nee, je moet worst halen. Braadworst. Nee, daar hou ik niet van. Gast. Nummer 5. Nou, dus oftewel het eten is ook prima. En, ja, nummer 5. Moeten er nog 3, hè? 2. Nee, ja, 3. 3. Kom op, je kan dit. Het is lekker dichtbij. Nummer 6. Michel. Duitse meiden zijn makkelijk. Nummer 6. Dat was hem. Nummer 7. Misschien telt u wel voor 2. Nummer 8. Iets met Gamescom nog. Ja, dat moet ik wel zeggen. Het is... Als je van heel erg warme, stinkende Duitsers houdt, zit je goed. Goed, de top 7 of 8 van Michel. Nee, maar even zonder gekheid, weet je. Het is toch gewoon wel... zeker, kijk, want E3, wij kunnen allemaal wel zo verwend doen. Ja, we zijn naar E3 geweest. En daar hebben we drie ben je helemaal van niet geweest? Ik niet, maar ja. De game-redacteur aan zich kan dat roepen. Ja, ik ben er wel een paar keer geweest, maar niet dit jaar. Maar in ieder geval... mensen thuis, die zijn er niet geweest... Het is niet toegankelijk voor hun. En met Gamescom hebben ze wel de kans om het gewoon te checken. Dus ja. Ik snap heel goed dat mensen hyped zijn en daarheen willen. Terecht. Het is ook zo'n super vet. Alleen wees ervoor voorbereid dat het echt super druk is. Ja. Ja, oké. Dat is het enige nadeel. Maar weet je wat het ding altijd wel is? Ik zit ook altijd wel een beetje te zeiken en te zeuren op Gamescom. Maar als ik er ben, vind ik het altijd fantastisch. Ja, we hebben lol. En het is daar leuk, maar ook s'avonds, weet je wel. Ja, maar je ziet ook weer nieuwe games. Je ziet weer nieuwe beelds die we niet op E3 hebben gezien. Je kan, weet je, ja, we hebben mensen. Al genoeg afspraken van dingen die nieuw zijn. Ja. Ja, maar ook allemaal mensen met dezelfde passie in één grote ruimte. Wat wil je nog meer? Een hele grote ruimte en heel veel mensen vooral. Ja. Maar het is wel gezellig. Iedereen is daar gewoon met dezelfde mindset games spelen. Ja, dus mocht je heen gaan, gewoon veel plezier. Weet je, zet gewoon die knop op. Ga gewoon lekker de games spelen die je wil spelen. En veel plezier. Misschien komen jullie wat tegen. Ah, ik denk het wel. Dan tik ons dan vooral even aan. Dan zeggen we hoi. Ja, niet te hard, want dan vallen wij. Ja. Ja. Universele afstandsbediening PS4 komt mogelijk eind dit jaar. Ja, zal ik hem even oppakken? Ja, nou, ja, dat is... Even. Ja, dus dat is het verhaal. Dus oftewel, er komt een afstandsbediening speciaal. Waarmee je PS4 kan bedienen, de Blu-ray speler erin, maar ook waar je tv op kan programmeren en dergelijke. Ja, je kan... één afstandsbediening nodig voor al je apparaten. Ja, je kan er vier apparaten aan koppelen. Dus het is niet zo dat je alleen op de PlayStation 4 werkt. Ja. En ik dacht van, nou ja, weet je, ik heb het nieuwtje geschreven. Ik dacht van, nou ja, wel aardig om het te melden. Maar vervolgens komen er echt superveel reacties. Mensen zitten er echt op te wachten. Ja, of juist niet. Nee, ja, wel echt wel. Mensen zijn echt wel blij dat het ding er komt. Ja? Ja. Okay. Dan hoef je in ieder geval niet een controller te gebruiken. Maar e-police of iPolice. iPolice. Ja. Die is er niet zo blij mee. Want hij zegt niet alleen lomp en lelijk. Hallo, Bluetooth, waarom geen app? Ik bestuur bijna alle media via mijn phone. Altijd binnen handbereik. Dit is toch terug naar pre-smartphone? Hé, daar heeft hij wel een punt, ja. Ja, toch? Het zou wel vet zijn als je het gewoon met de app kon besturen. Ja, ik bestuur mijn televisie ook met mijn telefoon namelijk. Ja. Oh? Ja, je kan je gewoon mee zappen. Plop, 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 plop. Ik denk niet dat het met mijn televisie kan. Natuurlijk wel. Sony Bravia, maar. Daar hebben ze vast wel een app voor. Ik heb ook een app voor mijn televisie. Als je een smart TV hebt, hebben ze daar meestal wel een appje voor. Mm-hmm. En waarom komt Sony niet gewoon met een appje? In plaats van weer met zo'n lompe afstandsbediening. Want ik heb thuis ook al 4 afstandsbedieningen liggen. Ik doe er eigenlijk helemaal niks mee. Weet je, ik kan ze ergens in een hoek neerflikkeren. Ja. Maar ja, nu krijg je er nog een bij. Ik gebruik ze dus nog wel, omdat ik geen apps heb. Maar voor televisies. Maar inderdaad, ik herken het probleem. Ga je dit gebruiken? Nee. Nee? Nee. Ik doe altijd, want ik kijk heel veel Netflix en films met mijn PS4. En ik gebruik altijd de controle, maar die is zo reet snel op. Dus ik zorg altijd dat mijn controle, zeg maar, aan zo'n draadje zit. Dat is heel kort. Dat draadje. Maar ja, goed, dat is net lang genoeg voor als ik een film zo aan wil zetten. Moet ik zo van de bank af kruipen, half en op. Dus het is wel iets voor jou, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar liever een app inderdaad. Wanneer ben je jarig?
Ik ben er net geweest. Ah, jammer, anders kan ik mijn cadeau. Volgend jaar. Volgend jaar. De Wii U bundel met Super Mario Maker voor Europa aangekondigd. Dat is een... Is gisteren aangekondigd, woensdag. Ja. En? Vind je het mooi? Ja, het is gewoon een Wii U met de game. Ja, maar is een Super Mario Maker, is dat een game waarvoor jou... voor jij overstag gaat. En jij, als je nog geen Wii U had, misschien wel een Wii U had gehaald. Ja, ik persoonlijk wel, maar ik heb al een Wii U, dus mij hoef je niet te overtuigen inderdaad. Maar ik denk... Maar vind je die game bijzonder dan? Super Mario Maker, ja? En mensen die dat niet vinden, die zijn denk ik niet... niet goed snik wil ik niet zeggen. Maar iedereen die vroeger graag 2D Mario games speelde, die moet dit gewoon hebben. Ja, maar iedereen speelde vroeger 2D Mario games. Ja, nou, daarom moet iedereen deze game dus hebben. Nee, maar dat was toen... Ja. Het beste wat je kon krijgen. Ja, maar wat dacht je toen je dat vroeger met maten speelde? Je dacht, wow, ik wou dat ik deze levels zelf kon ontwerpen. Ja, vroeger zat ik zelf, had ik papiertjes, had ik heel veel felle papier. En dan ging ik mijn eigen platform levels uittekenen. Dat deed ik ook, Deed je dat ook? Ja. Gewoon zelf in zin, hè? Ja. Ik had met zo'n dinosaurusje had ik een platform game gemaakt. Ja, ik heb ook hele games getekend op papier. Maar nu was ik 12. Ja. Maar we zijn allemaal en toen speelde ik Mario Games. En nu ben ik 32 en nu speel ik GTA 5. In een compleet grote open wereld pak ik een vliegtuig als ik wil. En dan wil je toch niet nog Mario levels gaan maken? We zitten allemaal een beetje in een... Ik bedoel, we hebben allemaal een beetje een kind in ons. Ja. Bijna verkeerd. Ja. wat zei ik? We hebben allemaal nog een beetje kind in ons. En ik denk dat als je dat eenmaal doet, dan denk je meteen van... Hé, dit is gewoon vet, weet je. Je hebt ook best wel veel opties om vette Mario levels te maken. En het leuke is dat je kan ze ook delen met anderen. Dat is gewoon super tof. Het is echt gewoon een coole game volgens mij. Maar zou je het als bundel kopen? Als je nog geen Wii U hebt en je ziet de bundel liggen... Oh, dat moet ik hebben. Ik ben iemand die... Dit is toch niet een... Weet je, Mario Kart 8 snap ik. Een nieuwe 3D Mario snap ik. Maar ik ben niet echt iemand die iets met bundels heeft, weet je. Kijk, je wilt een console kopen omdat je de games die daarop uit zijn, die wil je spelen. Nou, als er dan bundels zijn, prima. Zolang er een game bij zit die je graag wil hebben. Nou, ik kan iedereen volgens mij straks Mario Maker van harte aanraden, dus prima. Maar, okay. Ja, wat is je vraag precies? Ja, dat was niet een vraag. Ja, het was op zich wel een vraag van of deze game bijzonder genoeg is voor een bundel. Als je eigenlijk vraagt... gaat hij goed verkopen? Dat denk ik dat het wel meevalt, want ik denk dat de Wii U gewoon nooit meer echt goed gaat verkopen. Oké. Okay. Maar het is wel een toffe game voor de fans in ieder geval. Ja. Voor de fans. Voor de fans. De meest zaadloze opmerking. Nee. Laten we eerst even de recensie-exemplaar afwachten, want volgens mij wordt het echt een hele toffe game. Rippert zegt, ik heb niks tegen Nintendo, maar als ze daadwerkelijk €299 gaan vragen, dan vind ik het eigenlijk niet realistisch. Gezien dat de levens van de Wii U nog maar max 1,5 jaar is, met het verschijnen van de NX eind 2016. Oh, ja. En het aanbod goede games die moeten nog verschijnen is op één hand te tellen. Ben je het met hem eens? Nee, dus. Nee, maar ik snap wel de angst bij gamers dat misschien zo is. We weten het gewoon niet. We weten niet wanneer de nieuwe console van Nintendo komt. Dat zou inderdaad eind 2016 kunnen zijn. Het zou ook eind 2017 of eind 2018 kunnen zijn. En het feit dat ze heel weinig nieuwe Wii U-games toonden op E3... betekent misschien wel dat die ook niet meer komen. Maar misschien ook wel. Misschien hebben we op volgende E3 weer een hele stapel nieuwe vette Wii U-games. Ik weet het niet. Wat wil je zien op de Wii U? Nog op de Wii U. Waar maakt Nintendo een kleine Michel Mussers blij mee? Ja, persoonlijk... Nieuwe Metroid, nieuwe F-Zero, nieuwe Wave Race. Zulke dingen. Ja, oké. Okay. Maar goed, ja, het is heel persoonlijk. Ik denk dat mensen die graag een Wii U willen, of die games graag willen spelen, die hebben ze bijna allemaal wel. Oké. Okay. Denk ik. Dan is het nu tijd voor de belediging van de week. De belediging van de week? Ja, die zit er ook deze week. Het is internet. Alles is mogelijk. Wes had een mooi artikel geschreven over die Elder Scrolls 6. Die game is nog ineens aangekondigd, maar er was al een artikel over. Wat zouden wij er graag in willen zien? Zouden wij er graag in willen zien? We hadden 7 puntjes opgeschreven wat wij graag ook zouden weer 7 willen... puntjes. Ja, ook weer 7 puntjes. Wat wij graag willen zien in die Elder Scrolls Online. En Gangster 1991 zegt Fallout 4 is nog geen eens uit. Of dit bullshit artikel komt alweer. Ga er maar vanuit dat die Elder Scrolls... nog wel een paar jaar duurt, dus kom over 2 jaar nog maar eens terug met je wensen. Ja, Michel. En daarin zegt Adam Niels, dat is pas bullshit. Ik kan ook wel een artikel maken over de wens voor GTA 6. En dat is mijn goed recht ook. Waarom zou je eerst een aankondiging moeten zijn? Kan toch? Komt Gangster 1991 keihard terug. Wie zegt dat er eerst een aankondiging moet zijn? Maar ga jij maar lekker een artikel over GTA 6 maken. Jij past prima bij dat kneuze circus van IG tegenwoordig. Oké. Okay. Dat is een belediging van de week. Kneuzencircus van iedereen. Ja. Oké, okay, dus dat wilde je gewoon even noemen. Ja. Wilde je nog iets over kwijt? Dat Gangster dit vindt. Ja, dat vindt hij. Dat mag hij vinden, toch? Tuurlijk mag hij dat vinden. Ja.
denk ze, ja, wij zijn gewoon een stelletje kneuzen. Ja, maar we houden wel van je. Ja. Echt waar. En bedankt voor het verdedigen. Ga je nog wat leuks doen van het weekend, Michel? Ja, tuurlijk. Ik heb zaterdag een zomercarnavalfeestje. In de disco? Ja, in de disco. Wat trek je aan? Discotheek. Ja, weet ik nog niet. Ik heb thuis nog een cowboypak liggen. Een cowboypak? Maar dan wil ik eigenlijk geen blouse eronder aan doen. Zeg maar dat je alleen het leren jasje zo ziet en de rest gewoon eronder naakt. Beetje Magic Mike-achtig idee. Maar misschien, klinkt als een heel goed idee. Dat heb ik met carnaval ook gedaan afgelopen februari. Maar misschien... Hebben we daar foto's van? Nee, gelukkig niet. Ik wel. Nee, dat is niet waar. Zeker weten. Nee, zeker niet. Zeker wel, kijk maar. Nee. Wil je hem zien? Ik heb hem op mijn telefoon. Nee. Ja, echt waar. Meen je dat? Dat meen ik. Zoek hem even voor. Praat je even door met wat je gaat doen. Daar geloof ik echt niks aan dat jij een foto hebt. Praat maar even door. Maar in ieder geval, toen had ik nog minder spieren. Dus als je een foto hebt gezien, dan is dat niet meer representatief voor hoe het er nu uitziet. Maar in ieder geval... Ja, ga maar door. Wat ga je nog meer doen? Maar ik heb heel veel foto's. Dat is het enige wat ik ga doen. Ik weet nog niet hoe ik verkleed ga. Misschien ga ik wel een andere outfit halen. Of ik ga in ieder geval feesten. En nog wat spelletjes spelen waarschijnlijk. Spelletjes spelen? Ik speel Yoshi's Woolly World op dit moment. Heel leuke game. En wat ga jij doen dan? Ik ben op dit moment jouw foto aan het opzoeken. Ja. En ik heb geen wilde plannen. Nee. Dat lijkt me ook niet zo verstandig. Nee. Oh, waar is die foto, man? Je hebt helemaal geen foto. Het is onzin. Wel, we spoelen even door. Spoel maar door dit stukje inderdaad. Ja, oké, maar dan heb ik wel een outfit aan. Maar je doet hem dus ook wel eens aan zonder... Zonder dat blouseje, ja. Zonder dat blouseje. Dan gaan we dit weekend meemaken in Roosendaal. Misschien. Echt waar? Heel misschien. Dit ga je doen in Roosendaal, dit weekend. Zonder blouseje eronder. Misschien. Maar misschien ga ik ook wel een nieuwe outfit zoeken. Ga je een foto maken voor ons? Misschien. Zullen we die volgende week kunnen laten zien? Misschien. Wauw. Goed, dus volgende week één commentaar. Trek je outfit aan. Nee. Ja! Ik ga niet mijn carnavalsoutfit hier naartoe dragen. Ja, dat is een goed idee. Zomercarnaval hier op InstantGamer.nl. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Houdoe. Houdoe.